Olympisch kampioen worden kun je niet alleen. Daar heb je een heel goed team voor nodig. Experts, vakmensen die hun kennis willen delen en in staat zijn hun kennis naar jouw situatie te vertalen. Die expertise was er nog niet in de zwemsport in die tijd. Dus ik moest het wel elders vinden. Toen ik erachter kwam dat de wereldrecords 200 meter zwemmen, 1500 meter schaatsen en 800 meter hardlopen maar 1 seconde van elkaar verschillend waren, toen dacht ik van hé, dit is interessant. We trainen dezelfde systemen, hier kunnen we van elkaar leren. Daar zat voor mij de connectie. Kennis delen scheelt zoveel tijd, geld en energie. En je wordt er zoveel beter van. Gebruik maken van elkaars expertise heeft ervoor gezorgd dat ik jarenlang op het hoogste niveau heb kunnen presteren. Het begint bij je eigen omgeving, bij je eigen werkveld. Door de nieuwe generatie te voorzien van jouw expertise en ervaringen. Door een structuur neer te zetten waar kennis continu uitgewisseld wordt. En waar deze waardevolle kennis geborgd wordt voor toekomstige generaties. Maar kijk ook buiten je eigen blikveld. Van wie kun jij leren om ook succesvol te worden? Waar zit kennis die jij kunt gebruiken om je eigen prestaties te leveren? Want overal zit waardevolle kennis dat onvoldoende gedeeld wordt. Dus zoek naar die connectie die meerwaarde oplevert. Die je naar een hoger niveau tilt. De topsportcommunity wil deze connectie zijn. De connectie die deze kennis niet alleen faciliteert, maar ook stimuleert. Door topsport en bedrijfsleven bij elkaar te brengen, van elkaar te leren en samen vooruitgang te boeken.